Domme Emiel. In Rusland woonde eens een oude boer die drie zoons had. De twee oudsten waren pientere knapen, maar de jongste was verschrikkelijk dom. Hij was zo dom dat iedereen in het dorp hem altijd uitlachte. Zijn naam was Emiel, maar niemand noemde hem gewoon Emiel. Hij werd altijd Domme Emiel genoemd. Eigenlijk vond hij dat helemaal niet zo leuk. Maar hij was er al zo aan gewend dat hij er niet meer boos om werd. Op een dag riep de oude boer zijn zoons bij zich om eens ernstig met hem te praten. Hij voelde zich de laatste tijd zwak en ziek en hij dacht dat hij niet lang meer zou leven. Jongens, zei de boer, alles wat ik bezit wil ik eerlijk onder jullie drieën verdelen. Het huis zal geen moeilijkheden opleveren. Jullie kunnen hier rustig met z'n drieën blijven wonen. Zelfs al zouden jullie trouwen, hoeven jullie niet te verhuizen, want dit huis is groot genoeg om er met drie gezinnen in te wonen. Dan is er het vee. Jullie kunnen daar gewoon met z'n drieën voor zorgen, zoals nu. De opbrengst zullen jullie eerlijk verdelen, daar ben ik zeker van. Ten slotte laat ik jullie nog mijn geld na. Ik bezit 300 roebels, dus ieder krijgt 100 roebels. Toen de boer was uitgesproken, knikten de jongens tevreden. Alles was eerlijk verdeeld. Er zouden zeker geen moeilijkheden komen. Niet lang daarna stierf de oude boer. De eerste tijd veranderde er niet zoveel voor de drie broers. Ze bleven wonen en werken op de boerderij. De twee oudste zoons leerden allebei een aardig meisje kennen en trouwden. De twee vrouwen konden het gelukkig goed met elkaar vinden en zo leefden ze heel tevreden met z'n vijven bij elkaar. Maar op een dag, toen de winter was aangebroken en er op de boerderij weinig te doen was, zeiden de twee oudste broers: Domme Emiel, luister eens. We willen met onze 300 roebels naar de stad om zaken te doen. Als we een beetje geluk hebben, komen we volgend jaar met veel meer geld terug. Jij moet in die tijd op de boerderij passen. Onze vrouwen zullen het werk in huis doen en jij doet de rest. Daar heb ik helemaal geen zin in, antwoordde Emiel, die behalve dom ook heel lui was. Waarom zou ik hier blijven en alle vervelende karweitjes moeten opknappen? Er moet toch iemand hier blijven die hout hakt en water haalt voor onze vrouwen, antwoordde de oudste broer. Als jij dat voor ons wil doen, dan zullen we voor jou een hele mooie rode jas meebrengen uit de stad. En een rode muts en rode laarzen? Vroeg Emiel blij, want dat had hij altijd al graag willen hebben. Natuurlijk, antwoordden de broers. Een muts en laarzen krijg je er ook bij. Maar dan moet je wel precies doen wat onze vrouwen aan je vragen. Dat wilde Emiel toen wel beloven en de broers trokken naar de stad. Het werd een koude winter. Het vroor dat het kraakte. Emiel legde een dikke matras op de grote stenen kachel in de keuken. Wat is het daar lekker warm. Laat die winter nu maar komen, zei Domme Emiel. Aan water halen of hout hakken dacht hij niet meer. Tot zijn schoonzusters op een dag twee emmers voor hem neerzetten. Domme Emiel, zeiden ze, het wordt tijd dat je water voor ons gaat halen uit de rivier. Er is geen druppel meer in huis. Daar heb ik helemaal geen zin in, antwoordde Emiel. Buiten is het koud en ik zit hier lekker warm. Ga zelf maar. Nee, Emiel, water halen is jouw werk. Bovendien is de rivier dik bevroren, er moet eerst een gat in het ijs geslagen worden. En dat kan alleen iemand die zo sterk is als jij. Ja, sterk dat ben ik wel, zei Emiel. Maar ik heb echt geen zin om naar buiten te gaan in die kou. Dan krijg je ook geen eten, zeiden zijn schoonzusters boos. Want zonder water kunnen we niet koken. Maar Emiel haalde zijn schouders op en gaf geen antwoord. Gelukkig kreeg een van de schoonzusters ineens een ingeving. Luister eens, Domme Emiel, zei ze. Als jij niet doet wat we vragen, dan krijg jij geen rode jas, geen rode muts en geen laarzen. Want als wij tegen je broers zeggen dat je lui bent geweest, dan krijg je niets. En ik weet zeker dat je dan spijt zult hebben van je luiheid. Dat hielp. Emiel kwam eindelijk van de kachel af en trok zijn oude laarzen aan. Met twee emmers en een bel liep hij naar de rivier. Hij hakte een flink gat in het ijs en liet de emmers één voor één in het water zakken.
Juist toen hij de tweede emmer omhoog haalde, zag hij een grote snoek in het wak rondzwemmen. Emiel boog zich voorzichtig voorover en met één snelle greep viste hij het beest uit het water. Gooi me terug, domoor, zei de snoek. Van schrik liet Emiel de spartelende vis bijna uit zijn handen glippen. Hij had in zijn leven veel snoeken gevangen, maar nog nooit één die kon praten. Waarom zou ik je teruggooien? Vroeg Emiel. Ik neem je liever mee naar huis voor het avondeten. Ik geloof dat je me best zal smaken. O, domme Emiel, begrijp je dan niet dat ik geen gewone snoek ben? Zei de vis. Hè? Smaak je dan niet lekker als je gebakken bent? Vroeg Emiel verbaasd. Ik kan al je wensen vervullen, zei de snoek, die het echt wel een beetje benauwd begon te krijgen. Als je me tenminste weer vrijlaat. Toen begon Emiel hard te lachen. Haha, ik weet dat iedereen me erg dom vindt. Ze noemen me niet voor niets, domme Emiel. Maar ik ben niet zo dom dat ik dat geloof. Ik neem je gewoon mee naar huis om te bakken. Als je me teruggooit in de rivier, dan zal ik alles voor je doen, zei de snoek wanhopig. Bedoel je dat ik dan zelf nooit meer iets hoef te doen? Vroeg Emiel ongelovig. Juist, antwoordde de snoek. Gooi me terug in het water, dan zal ik het je bewijzen. Ik wil het eerst zien, dan gooi ik je pas terug, antwoordde Emiel koppig. Wens dan iets, zei de snoek ongeduldig. Ik wens dat die twee emmers zelf naar huis gaan, zonder dat ik ze hoef te dragen. De emmers maakten een sprongetje, slingerden heen en weer zonder dat er een druppeltje gemorst werd en vertrokken in de richting van de boerderij. Opgetogen liet Emiel de snoek in het water plonzen. Dat was even een meevallertje. Nu hoefde hij die zware emmers niet zelf naar huis te sjouwen. Hij wilde er al achteraan hollen toen de snoek hem terugriep. Luister, Emiel, zei hij. Telkens wanneer je iets te wensen hebt, moet je eerst deze woorden zeggen. Snoek uit de rivier, doe me een plezier. Goed onthouden, hoor. Dat zal ik doen, beloofde Emiel. En bedankt hoor, snoek. Toen wandelde hij fluitend met de bijl over zijn schouders achter de emmers aan. De mensen die het zagen konden hun ogen bijna niet geloven. Kijk, daar gaan de emmers van Emiel. Hoe kan dat nou? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Emiel was niet van plan enige uitleg te geven. Hij liep regelrecht zijn huis binnen, kroop weer bij de kachel en viel in slaap. Een paar dagen later vroegen de schoonzusters aan Emiel of hij wat hout wilde halen. Ik zit net zo lekker, zei Emiel. Doe het zelf maar. Het is jouw werk, domme Emiel, zeiden de schoonzusters. En als je het niet doet, zul je het koud krijgen, want dan gaat de kachel uit. Maar zelfs die woorden brachten Emiel niet in beweging. Pas toen de schoonzusters begonnen te dreigen dat hij geen rode jas, geen rode muts en geen rode laarzen zou krijgen, sprong hij mopperend van de kachel af. Hij liep naar de buitendeur en riep toen hard, Snoek uit de rivier, doe me een plezier. Laat de bijl hakken en laat het hout zich netjes opstapelen bij het huis. Onmiddellijk vloog de bijl weg en begon de boomstammen die bij het huis lagen in kleine houtjes te hakken. De gehakte houtjes zweefden door de lucht en kwamen in keurige stapeltjes naast het huis terecht. Ziezo, zei Emiel tevreden en kroop weer op de kachel. Intussen waren de schoonzusters stokstijf van verbazing blijven staan. Ze hadden van de buren wel het verhaal over de wandelende emmers gehoord, maar daar hadden ze geen woord van geloofd. Maar nu zagen ze met hun eigen ogen iets dat zeker net zo ongelooflijk was. Had domme Emiel soms toverkracht? Vroegen ze zich af. Voorzichtig stelden ze hem een paar vragen, maar Emiel liet niets los. Laat me met rust, ik wil slapen, bromde hij alleen maar. Er ging een week voorbij en het hout voor de kachel raakte op. Ook van de voorraad boomstammen die bij het huis had gelegen was er niets meer over. Er moest iemand het bos in om bomen te kappen. En wie zou dat anders moeten doen dan Emiel? En dat was een karwei dat Emiel helemaal niet aanstond.
Maar de schoonzusters trokken zich niet veel van zijn gemopper aan. Ze hoefden alleen maar te dreigen dat hij geen rode jas, geen muts en geen laarzen zou krijgen en Emiel kwam zuchtend van de kachel af. Hij trok zijn laarzen aan en liep naar de schuur. Toen trok hij de slee naar buiten, pakte de bijl, de zaag en een stuk touw en ging in de slee zitten. Daarna riep hij naar zijn schoonzusters. Willen jullie het hek even open doen voor me? Dom hoor, riepen de vrouwen. Hoe kan die slee nu rijden als er geen paarden voor staan? Je hebt geen paarden nodig, riep Emiel. Jullie hoeven alleen maar het hek open te doen. De schoonzusters haalden hun schouders op over zoveel domheid en deden het hek open. Het was veel te koud om daar ruzie over te gaan maken. Zodra het hek open was, zei Emiel, Snoek uit de rivier, doe me een plezier, laat deze slee naar het bos rijden. En onmiddellijk schoot de slee het hek uit. De schoonzusters keken hem na met open mond. Om bij het bos te komen, moest Emiel eerst het hele dorp door. In vliegende vaart schoot de slee door de straten. Het kwam niet in Emiel op om de mensen toe te roepen dat ze opzij moesten gaan. De meesten konden zich nog net op tijd in veiligheid brengen, maar er waren ook mensen die door de slee omver gereden werden. Boos en geschrokken keken de dorpelingen domme Emiel na. Sommigen balden hun vuisten en begonnen te schelden. Maar Emiel hoorde het niet, want de slee zoefde met grote snelheid verder. Een paar ogenblikken later stopte de slee in het bos. Emiel stapte uit en zei, Snoek in de rivier, doe me een plezier, hak een paar bomen om. Laat het hout zich netjes op de slee stapelen en laat het touw de houtblokken bij elkaar binden. Alles was in een ommezien gebeurd en Emiel kon weer in de slee stappen. Met dezelfde vaart schoot de slee weer terug door het dorp. Daar stond een groep boze dorpelingen op hem te wachten. Met z'n allen hielden ze de slee tegen en trokken Emiel van de bok. Ze wilden hem juist een flink pak ransel geven, toen Emiel riep, Snoek uit de rivier, doe me een plezier. Zorg dat deze mensen me loslaten. De dorpelingen begrepen er niets van. Het leek wel alsof ze achteruit getrokken werden. Of ze wilden of niet, ze moesten Emiel wel loslaten. Die klom weer in de slee en ging rustig naar huis. De volgende dag spraken alle dorpsbewoners over domme Emiel en iedereen fluisterde over de geheimzinnige kracht die hij leek te bezitten. De mensen waren er zo van onder de indruk dat ze hun boosheid al lang weer vergeten waren. Op een dag hoorde zelfs de tsaar over de boerenzoon die zulke vreemde dingen liet gebeuren. De tsaar werd nieuwsgierig en wilde die merkwaardige jongen best eens ontmoeten. Daarom stuurde hij een afgezant om Emiel te halen. De afgezant kwam aan in het dorp en ging regelrecht naar de burgemeester. Ik kom met een opdracht van de tsaar, zei de afgezant tegen de burgemeester. Kent u een jonge man die in een slee uitrijden gaat zonder er paarden ver te spannen? U bedoelt domme Emiel, knikte de burgemeester. Jazeker, die ken ik. Hij woont met zijn schoonzusters in een boerderij aan de rand van het dorp. En de burgemeester wees de afgezant van de tsaar hoe hij bij de boerderij van Emiel kon komen. Een poosje later klopte de afgezant aan bij de boerderij. Een van de schoonzusters deed open. Woont hier een jonge man die in een slee zonder paarden uit rijden gaat? Een zekere domme Emiel? Vroeg de afgezant. Bedoelt u mij soms? Riep Emiel vanaf de kachel. Emiel, kom van de kachel af en kleed je aan, zei zijn schoonzuster. Deze heer komt van de tsaar. Maar waarom moet ik van de kachel afkomen? Vroeg Emiel terwijl hij zich gapend uitstrekte. De tsaar wil je spreken, zei de afgezant plechtig. Och, ik geloof niet dat ik met de tsaar wil spreken, antwoordde Emiel. Wat zeg je me daar? Zei de afgezant briesend, want zo'n brutale jongen had hij nog nooit meegemaakt. Ik zou niet weten wat ik bij de tsaar zou moeten doen, zei Emiel onverstoorbaar en gaapte nog een keer. Toen werd de afgezant zo boos dat hij Emiel van de kachel wilde trekken,
Maar Emiel zei vlug: snoek uit de rivier, doe me een plezier, laat deze man hier verdwijnen. Plotseling schoot de afgezant weg als een pijl door de lucht. En even later kwam hij weer neer voor het paleis van de tsaar. Schoorvoetend ging de afgezant het paleis binnen. Hij schaamde zich om de tsaar te moeten vertellen dat hij er niet in was geslaagd de jongen mee te brengen. Majesteit, zei hij, het is me niet gelukt om domme Emiel naar u toe te brengen. Hij toverde me gewoon weg. Hoe kan dat nou? Antwoordde de tsaar ongelovig. Iedereen zegt dat hij maar een domme boerenzoon is. Probeer het nog maar eens. Ik wil dat je hem hierheen brengt, want ik wil hem zien. Wanhopig vroeg de afgezant zich af hoe hij de zaak moest oplossen. Hij ging weer naar de burgemeester van het dorp en vroeg hem om raad. Praat eens met de schoonzusters van de jongen, zei de burgemeester. Dat zijn verstandige vrouwen. Ze weten vast wel hoe je domme Emiel moet aanpakken. Zo klopte de afgezant voor de tweede keer aan de deur van de boerderij. Hij legde zijn probleem voor aan de twee schoonzusters van Emiel. Tot zijn opluchting wisten de twee vrouwen meteen een eenvoudige oplossing. De afgezant luisterde aandachtig naar hun raad en knikte dat hij het begreep. Vervolgens stapte hij de keuken binnen, waar Emiel nog steeds op de kachel lag. Luister eens, Emiel, zei de afgezant. Je hebt me laten vliegen en dat vond ik een leuke grap. Maar nu moeten we even ernstig zijn. De tsaar wil je spreken. En je weet toch dat je de tsaar altijd moet gehoorzamen? Wees dus verstandig en kom van die kachel af. Mijn man, zei Emiel, ik heb je toch gezegd dat ik geen zin heb om de tsaar te spreken. Als je met me meegaat, ging de afgezant onverstoorbaar verder, dan zal ik aan hem vragen of hij een rode jas, een rode muts en rode laarzen voor jou wil laten maken. Toen begonnen de ogen van Emiel te glinsteren. Goed dan, zeg maar tegen de tsaar dat ik eraan kom. Maar Emiel maakte nog geen aanstalten om van de kachel af te komen. Hij vond dat hij het de laatste tijd al druk genoeg had gehad. Wat belette hem om op de kachel naar de tsaar te gaan? Dan kreeg hij het ook niet koud. Hij wachtte nog even tot de afgezant weg was en zei toen: snoek uit de rivier, doe me een plezier. Breng mij en de kachel naar de tsaar. Op hetzelfde ogenblik klonk er een oorverdovend gekraak. De kachel schudde heen en weer en kwam toen langzaam van de grond. Even later vloog Emiel op de kachel door de lucht naar het paleis van de tsaar. Hij landde in de paleistuin. De tsaar werd meteen gewaarschuwd en hij liep met zijn hele gevolg de tuin in. Zo, jongeman, zei hij tegen Emiel. Ben jij die vlegel die met een slee zo onbesuisd door het dorp heen raast? Het is een wonder dat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Och, antwoordde Emiel zijn schouders ophalend. Dan moeten die mensen maar een beetje sneller opzij gaan. En bij zichzelf dacht hij: als die oude tsaar nog meer van die vervelende vragen stelt, vlieg ik gewoon weer terug naar huis. Met een verveeld gezicht gaf hij antwoord op nog een paar vragen van de tsaar. Op dat moment keek de dochter van de tsaar toevallig uit het raam. In de tuin zag ze een leuke jonge man, die zonder enige verlegenheid op een kachel met haar vader zat te praten. Dat is de eerste jongen die niet bang is voor mijn vader, dacht ze. En lachend keek ze naar zijn leuke gezicht. En op datzelfde ogenblik werd ze verliefd op Emiel. Emiel wist natuurlijk niet dat de prinses naar hem stond te kijken, en eerlijk gezegd verveelde hij zich stierlijk. Bovendien vond hij dat het tijd werd voor zijn middagdutje, daarom mompelde hij voor zich uit: snoek uit de rivier, doe me een plezier, breng me naar huis. En tot grote verbazing van de tsaar en zijn gevolg steeg de kachel op en vloog in de richting van het dorp van Emiel. Die avond zei de prinses tegen haar vader: ik wil trouwen met de jongen die op een kachel kan vliegen. De tsaar verslikte zich in de soep en vroeg verschrikt: toch niet met domme Emiel? Heet hij Emiel? Wat een mooie naam, zei de prinses. Maar hij is een gewone boerenzoon, zei de tsaar, die heel erg geschrokken was. Als zijn dochter iets in haar hoofd had, dan gebeurde dat ook meestal. Zo gewoon vind ik hem niet als hij op een kachel kan vliegen, zei ze.
en dromerig keek ze naar de lucht alsof ze hoopte dat hij terug zou komen. De tsaar besloot onmiddellijk maatregelen te nemen. Hij stuurde een afgezant met een brief naar de burgemeester van Emiels dorp. Toen de burgemeester had gelezen wat erin stond, schudde hij zorgelijk zijn hoofd. Maar het was een bevel van de tsaar en hij moest gehoorzamen. Een dag later werd het hele dorp door de burgemeester uitgenodigd voor een feestmaaltijd. Zelfs Emiel was gekomen, want hij had van de burgemeester voor deze gelegenheid een rode jas, een rode muts en rode laarzen gekregen. Emiel at en dronk met smaak. Hij wist natuurlijk niet dat de burgemeester op bevel van de tsaar een slaapmiddel in zijn wijn had gedaan. En zodra Emiel in slaap was gevallen, werd hij in een ton gestopt en in de zee gegooid. Toen Emiel wakker werd, was het pikdonker om hem heen. Nog wat versuft, zei hij. Snoek uit de rivier, doe me een plezier, laat me licht zien. Meteen vloog het deksel van de ton. Emiel zag dat hij op zee dobberde. Heel in de verte dacht hij een eiland te zien. Nu wilde het toeval dat de tsaar zijn dochter naar datzelfde eiland had gestuurd om haar liefdesverdriet te vergeten. Bedroefd staarde de prinses uit over de zee. En even later zag ze Emiel in een ton komen aandrijven. O, Emiel, riep ze met tranen in haar ogen, ben je hier gekomen om met mij te trouwen? Emiel schrok zich een ongeluk, want hij had het meisje nog nooit gezien. Maar hij vond het meisje wel erg lief en bovendien kon hij geen tranen zien. Dus wat kon Emiel anders doen dan ja zeggen tegen het meisje? Wat zal mijn vader, de tsaar, nu weer bedenken om jou bij me vandaan te houden? De tsaar? Is de tsaar jouw vader? Vroeg Emiel en hij keek zo dom dat de prinses heel hard om Emiel moest lachen. O, domme Emiel, zei de prinses, wist je dat dan niet? Emiel vond het heel erg dat die lieve prinses hem ook al domme Emiel had genoemd. Daarom fluisterde hij gauw. Snoek uit de rivier, doe me een plezier, geef me verstand. Daarna gingen ze samen in de ton zitten en ze lieten zich naar het paleis van de tsaar vliegen. Leve de tsaar! Riep Emiel toen ze even later voor het paleis stonden. Die avond hield Emiel een lang en verstandig gesprek met de tsaar. En het resultaat was dat hij met de prinses mocht trouwen. En van die dag af werd hij altijd Prins Emiel genoemd in plaats van Domme Emiel.